Ik ben zo benieuwd. Ik heb nog nooit een blender gehad. Oké, ja, die doet het. Hi, welkom bij een nieuwe Action Shop vlog. Ik ben Rosalie. Wie weet ken je me al van mijn eigen kanaal Rosalie. Ook op Instagram heet ik zo, dus volg je me nog niet? Dan kan dat zeker hier beneden in de beschrijving. Ik ben vandaag bij Action geweest en ik heb heel veel leuke spulletjes gekocht. Een paar dingen voor mijn kamer, maar eigenlijk ook nog veel andere soorten spulletjes. Zoals een blender. Dus dat ga ik allemaal laten zien in deze video. Laten we maar gewoon snel beginnen met de shopvlog. Want ik ben ook zelf heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Let's go! Ik heb al een paar spulletjes in het oog. Ik ga namelijk iets voor mijn kamer zoeken. En ik heb een beetje een goud thema, dus dat wil ik eigenlijk het hoofdconcept. En ik neem nu gewoon mee in alles wat ik gekocht heb. Ik ga voor het grote. Ik zie nu van deze hele zachte kleedjes. En dat vind ik altijd heel erg lekker gewoon op het bed neer te leggen. Maar we hebben dus nu een keuze van geel. Of dus een beetje een soort van okergeel. Echt heel erg mooi met dan aan de binnenkant wit. Of laten we het gewoon basic houden en we doen gewoon wit. Dat kan eigenlijk bij alles wel. En het zijn gewoon precies dezelfde kleedjes. Dus, maar ik neig denk ik meer naar die kleur, omdat die wat meer warm is. Wat meer chic uitstraalt. Dus ik ben benieuwd wat jullie denken. Maar ik ga denk ik toch voor deze. De afmetingen zijn 140 bij 180. En je ziet bijvoorbeeld al op het plaatje, zo lig ik er straks ook bij. Dus ja, echt fantastisch. Ook lekker voor het warm, voor het koude weer. Past gewoon heel erg mooi bij bijvoorbeeld groen. Maar ja, eigenlijk bij alles, want het is gewoon zo lekker zacht. En ook de binnenkant, fantastisch. Nou, hij is ook mega groot. En ik heb hier een bonnetje en ik ga even opzoeken hoeveel die kost. Hè? Kijk ik er nou overheen of staat het er niet op? €9,95 en het heet de Rowena Plate. Het volgende product trok gelijk mijn aandacht toen ik de winkel binnenliep. Namelijk de Hot Foy Applicator Starter Kit. Misschien ken je het wel, misschien ken je het niet. Maar ik zal het even in het kort uitleggen. Het is eigenlijk een soort van ja, kaartenmaker met folie. En bijvoorbeeld dat folie kan goud of zilver zijn. En dan kan je dus zelf tekstjes erop maken. Een beetje handletter voor gevorderden noem ik het ook wel. En ik zag dit dus in de Action liggen. Toen dacht ik echt, dit moet ik hebben, want het leek me wel heel erg leuk om dit uit te testen. En ik ga het even snel openen en ben benieuwd wat erin zit. Het eerste wat ik uitover is zijn deze folietjes en ook zelfs nog een paar voorbeeldjes die je kan gebruiken om uiteindelijk je kaart te maken. En verder zit dus de printer er helemaal in. Die ziet er al heel erg leuk van zichzelf uit. Zelfs nog even een instructieboekje, altijd goed om van tevoren te lezen. Maar ik zal nu niet echt weten hoe ik het allemaal zou moeten starten. Oké, nu komt het meest fijne moment. Namelijk het plakkertje eraf halen. Hij is echt heel mooi. En echt perfect passend ook weer in het thema die ik straks ga laten zien. Maar dit is dus uiteindelijk de printer. Hier stop je dan de papieren in. En zo krijgen ze uiteindelijk een folietje met een leuk bijvoorbeeld een kerstkaart. Dus perfect voor de feestdagen als je zelf een beetje creatief wil zijn. Als we dan nog even het starterskitje openen. Dan kunnen we even samen kijken wat erin zit. Namelijk het folie zelf. En er zit goud en zilver in. Dus stel je voor je bent meer van het zilver, dan kan je natuurlijk het zilver gebruiken en andersom. Dan hebben we ook nog alle kaarten die je dus kan gebruiken als voorbeeld of bijvoorbeeld als schabloontje. Ze hebben hier bijvoorbeeld Good Vibes Only. Vind ik zelf heel erg leuk, maar ik denk dat mijn favoriet deze I Love You is. Gewoon heel erg leuk bijvoorbeeld ook voor Valentijnsdag. Maar ze hebben nog veel meer soorten, dus eigenlijk voor alles wel iets wat leuk is. Bijvoorbeeld ook Happy Birthday. Helemaal leuk. En het is natuurlijk allemaal zelf gemaakt. Dus ik denk dat mensen dat al heel erg waarderen. De folieapplicator is €14,95. Ik had hem zelfs duurder verwacht. Dus het is zeker een goede aankoop. En ik denk ook wel heel erg leuk gewoon voor veel verschillende mogelijkheden. We zijn bij het woongedeelte aangekomen. En ik zei natuurlijk al aan het begin dat ik iets voor mijn kamer zocht. Dus ik denk dat we hier wel echt een goede slag kunnen slaan. Dus ik neem die even mee door de hele tour van het woongedeelte. We hebben bijvoorbeeld allemaal van deze leuke houten dingetjes. En ik ben helemaal fan de laatste tijd dus van dat hout. Dat staat gewoon heel erg leuk bij bijvoorbeeld goud en een beetje metaal. Kan je heel erg leuk matchen. En ik zie hier ook bijvoorbeeld weer wat hout terugkomen. En goud. Dus ik zit denk ik wel een beetje op de goede weg. Ja, wat zien we nog meer? Glittertjes. Ze hebben hier bijvoorbeeld zo'n ananas spiegel. En ja, hier kan je bijvoorbeeld ook gelijk je kettingjes aan ophangen. Ze hebben ook nog meerdere zie ik. Dus hier ga ik sowieso nog even kijken. En ik zie nog meer spiegels staan, zelfs iets met goud.
Dus ik denk dat ik hier wel uitkom. Ik heb in mijn kamer eigenlijk al veel te veel spiegels hangen. Maar deze kan er zeker weten bij. Ja, het is gewoon een vierkante spiegel. En natuurlijk perfect voor bijvoorbeeld je make-up doen. Je kan hem dus ophangen op deze manier. En dan kan je bijvoorbeeld een spijkertje in de muur slaan. En dan hang je hem zo op. Dus je hoeft eigenlijk hem ook niet bijvoorbeeld aan de muur te bevestigen met bijvoorbeeld twee spijkers. Dus dat is ook nog eens handig. Heb je minder gaatjes in de muur. De spiegel metalen rand is €1,95. En ik schrok zelfs van de prijs. Want ik had echt verwacht dat dit duurder was. Oh, we hebben nog een spiegel. Oh, dit scheelt erg. Nou, ik ga iets heel verrassends uit deze tas halen, namelijk nog een spiegel. Want ja, een mens kan niet genoeg spiegels hebben. Kan ik nog een beetje kijken in de ochtend, welke ik liever gebruik natuurlijk. Deze is ook heel erg leuk. Dit is namelijk een beetje ja, wat meer sierlijke spiegel. De eerste was een beetje industrieel. Deze is wat meer sierlijk en meer meisjesachtig. Deze heeft ook een hele leuke mooie poot. Dus je kan hem gewoon heel erg leuk neerzetten. En ja, dan staat hij gewoon gezellig op je bijvoorbeeld je make-up tafel. Maar het kan natuurlijk ook gewoon als decoratie dienen, bijvoorbeeld bij je raam of iets. Er zijn veel mogelijkheden. Dus ja, deze vond ik ook heel erg leuk. En heb ik ook nog iets extra's bij gekocht die ik er graag naast wil zetten. Dat laat ik zo zien. Dit spiegeltje was iets duurder, namelijk €3,99. Ze hebben ook nog hele leuke sieradenboxjes. En ik heb het eigenlijk nog nooit zo gezien dat ze zo op een pootje staan. Ze hebben daar ook gewoon fluwelen boxen van, die bijvoorbeeld weer leuk bij dat kleedje passen die ik heb gekocht. En wat ik zelf heel interessant vond zijn van deze stolpen. Hier staan gewoon van die soort van opgezette dieren in, helemaal in het goud. Maar ze hebben ook gewoon normale beeldjes. Dus ja, je kan een beetje kijken als je van dieren houdt of dit leuk vindt. Dan kan je in ieder geval, heb je genoeg keus. Het product dat ik er graag naast wil zetten, dus als een soort van setje zoals je ziet. Dus met dat een beetje dat gouden en dat zwarte, is deze. En dit is namelijk een hele leuke stolp. En ja, er staan een soort van opgezette dieren in. Het is natuurlijk nep en het zijn hele kleine schattige schildpadjes. En ik vond het gewoon heel erg schattig. Vooral omdat het natuurlijk gewoon een best wel een leuk decoratiedingetje is. En zo'n stolp is helemaal hip de laatste tijd. Ik heb er zelfs ook al een paar in mijn kamer staan. Maar dat doe ik niet onder aan deze. Dus ja, deze heb ik ook gekocht. En vooral dat gouden, het komt helemaal terug in mijn kamer. Dierengouden stolp, zo heet die, kost €3,49. Dus eigenlijk bijna precies dezelfde prijs als de spiegel. Nou, daar is dan mijn favoriete aankoop, de blender. Ik ben heel erg benieuwd naar deze. Ik heb hem namelijk nog niet gezien in het echt. Ik heb natuurlijk alleen op het plaatje van de verpakking gezien. Dus we gaan hem ook even samen unboxen. Ik ben zo benieuwd. Ik heb nog nooit een blender gehad. Dus het eerste wat ik thuis ga doen is denk ik een smoothie maken. Als eerste zit er dus dat... ja, de blenderkop op, dat bekertje. Hij is super schattig, klein en mini, dus ook makkelijk gewoon in je keukenkastje te stoppen. Dan hebben ze gewoon het deksel, altijd belangrijk, nooit vergeten op te doen. En het onderstuk. Oh, dat ziet er heel leuk uit. Gewoon heel schattig en clean, niet te veel poespas. Even snel elkaar gezet, als het goed is, zit hij er nu goed op. Als ik me niet vergis. Deze blender is trouwens €9,79 en het heet de Impulse Blender 500 ml. Oké, we gaan natuurlijk even testen. Dus we gaan hem even op de eerste stand zetten. Oké, ja, die doet het. Je moet hem dus vasthouden, maar ik denk dus dat ik het heel erg makkelijk kan gebruiken voor bijvoorbeeld een pannenkoekmix. Gooi ik gewoon al die producten erin en dan ja, uiteindelijk heb ik gewoon heel erg makkelijk en snel mijn pannenkoekmix. Want als ik pannenkoeken wil eten, moet ik natuurlijk wel snel klaar zijn. En of alle decoratie nog niet voldoende was in mijn kamer, ik dacht laten we ook nog eens iets doen waar je bijvoorbeeld dingetjes op kan zetten. Bijvoorbeeld dat spiegeltje en die stolp. Dit is eigenlijk gewoon een gouden schaal en ik vond het wel heel gaaf, want het heeft een soort van bladgoud effect. En aan de onderkant is hij gewoon zwart, dus als je hem dan neerzet heb je ook gewoon een soort van mooie onderkant. Ja, daar let ik dan weer op. Het is altijd handig om een schaal in huis te hebben. Voelt ook bijvoorbeeld voor fruit. Kunststof onderbord XL, €1,69. Dus die kan je natuurlijk niet laten liggen. Ja, school moet natuurlijk ook terugkomen in deze video, want zelf maak ik ook vaak schoolvideo's. Dus ik heb even wat dingen ingeslagen. Namelijk twee keer een lijmroller of een taperoller noemen ze dit. Dit gebruik ik heel erg vaak bijvoorbeeld voor afbeeldingen op te pakken. Misschien kan je het ook gewoon gebruiken als je bijvoorbeeld een scrapbook hebt. Kan je heel erg makkelijk afbeeldingen plakken of bepaalde samenvattingen even goed opplakken. Altijd handig en veel handiger dan bijvoorbeeld lijm. En deze vind ik zelf heel erg fijn bijvoorbeeld als ik toetsweek heb. Namelijk de Corrector Tape Roller. Het is eigenlijk gewoon een T-Pex en ja, die kan je dus gebruiken als je een foutje maakt. Dan T-Pex je het even en dan kan je eroverheen schrijven. Heel erg handig als je bijvoorbeeld net zoals ik heel erg perfectionistisch bent. Was ik bijna de prijs vergeten, maar dit kost natuurlijk ook bijna niks. Even kijken. De Office Essentials lijmroller kost €0,98 en de Corrector Tape Roller kost €0,75. En ja, gewoon echt een koopje en altijd handig om in huis te hebben.
Je moet natuurlijk ook ergens je spulletjes in doen. Dus ik heb ook gelijk een etiketje gekocht. Daar had ik er natuurlijk nog niet genoeg van. Dus er komt altijd wel eentje bij. Deze vond ik heel erg leuk omdat het een beetje zo'n leren look heeft. En past natuurlijk in het thema van goud en zwart. En ja, zoals je ziet, genoeg ruimte. Dus je kan hier bijvoorbeeld als toilettas gebruiken, maar ook als etui. Ja, je kan het zo gek niet bedenken of het kan erin. En ja, vooral gewoon heel erg handig. Dus eentje neem ik denk ik heel snel mee naar school. En dan ben ik eigenlijk alweer georganiseerd. En deze kost €1,29 en heet de Pen Etui met print. Ik vond deze wel heel erg vet. En ik had eigenlijk nog nooit echt zo'n kaars gezien met echt zo'n reliefje erop. Hij heet de Art Deco Candle. En hij is... Hoeveel kost die? Ik kijk er gewoon weer overheen, denk ik. Het heet de Stompkaarspatroon en is €1,85. En je hoeft hem natuurlijk niet eventueel aan te steken. Kan ook gewoon als decoratie dienen. Wat ik zelf altijd heel erg fijn vind, zijn maskertjes. En bij de Action hebben ze daar heel veel soorten van. Bijvoorbeeld zo'n klein masker, dat vind ik altijd heel erg fijn. En het droogt gelijk helemaal op. Dus je weet eigenlijk precies wanneer die klaar is. Want dan is die natuurlijk hard geworden. Maar ze hebben ook van die sheet masks. Dus dan kan je het eigenlijk gewoon hup gelijk op je gezicht doen. En dan hydrateert het gelijk heel goed. Is makkelijk en snel. En ja, zoals je ziet, nog veel meer soort. Bijvoorbeeld ook van die neusstrips. Ook altijd top. En dit vind ik dus een heel erg interessant product. Dit heb ik al eerder gezien op het internet. En dat kan je dus gebruiken voor op je gezicht. Ik ben me heel erg benieuwd ernaar en of het werkt. Dus deze nemen we mee om uit te proberen. Hier ben ik dus heel erg benieuwd naar dit product, de Jade Roller. En ik weet niet of jullie al is opgevallen, maar Marloes heeft deze al 2 weken geleden ook in haar shoplog laten zien. Maar ik was er zelf ook wel benieuwd naar, dus vandaar dat ik deze heb gekocht. Het zijn dus eigenlijk 2 stenen die je over je gezicht kan rollen. En ik heb op internet gezien dat je een strakke kaaklijn ervan krijgt. Dat je rimpels weggaan. Dus het klinkt eigenlijk allemaal heel veelbelovend. Het was geloof ik ook niet zo heel erg duur. De Betty's Jade Roller is €1,99. Dus het uitproberen waard. Mijn 3 favorieten van deze video waren de blender. Deze spiegel omdat die gewoon super goedkoop was. En ik zie het vaak bijvoorbeeld in woonwinkels. En dan zijn ze super duur. En hier was hij gewoon €1,95. Daar kan je natuurlijk niet voor laten liggen. En natuurlijk die folie. Machine of printer, hoe je het ook wil noemen. Ik ben heel erg benieuwd hoeveel leuke kerstkaarten ik hiermee kan maken. En het geeft gewoon echt een beetje een soort van creatieve touch aan bijvoorbeeld je kerstkaart. Ik ben benieuwd wat jouw favoriet was. Jullie weten natuurlijk nu mijn top 3, maar toch ben ik benieuwd naar jullie favorieten. Laat dan ook zeker weten en wie weet tot de volgende keer. Doei doeg!